De hele maand geef ik al elke dag één van deze paprika hoodies weg. Merch! Merch van Calvin. Het is al lang niet geweest. Ik had er eigenlijk nooit echt zin in. Ik wist ook niet precies wat ik moest maken. Weet je, een trui met mijn hoofd erop of zo. Daar wordt niemand vrolijk van. Kijk, dat zou er zo uitzien. Nou, vet man. Maar, nou loop ik de hele maand al shirts weg te geven. Elke dag aan jullie. Shirts? Trui. Nou loop ik de hele maand al truien weg te geven aan jullie. En heb ik gezegd dat ze niet in de verkoop zijn. Maar, ik moet iets opbiechten. Ik heb namelijk de afgelopen dagen zoveel reacties gekregen van mensen. Die vroegen, waarom kan ik hem niet gewoon kopen. In alle eerlijkheid, 31 shirts. Waarom zegt het shirt? 31 truien tegenover een paar duizend comments onder elke video. Ja, dat is natuurlijk best wel een beetje lastig. Ik heb besloten om een beperkt aantal te verkopen. Maar echt weinig. Ik heb gezegd, oké, scheid, we doen gewoon meer en dan gaan we het verkopen. Er zijn maar een aantal limited edition paprika hoodies. Merchandise. En op is op. Komen ze gewoon nooit meer terug. Of je gaat naar deze website en je schaft hem gewoon aan. Voor jezelf, voor je mattie, voor je vriendin. I don't care. Oké, mensen, ik ga jullie een tip geven. Pauzeer de video en ga naar shop.calvin.nl. Want het zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. En die kans is vrij aanwezig. Dat als je deze video hebt uitgekeken en je dan naar de website gaat, dat alles al is uitverkocht. Dus pauzeer de video, ga naar www.shop.calvin.nl. En haal je trui. Alright, ik hoef het misschien niet meer te vertellen, maar ik ga het toch doen. Het is nog steeds Calcember, de maand waarin ik elke dag upload, zolang jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. Vandaag is dat zoveel duizend. Pa, 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 pa. Daarnaast geef ik dus elke dag een trui weg. Als je daar kans op wil maken, laat even je Instagram achter in de comments. En volg mij op Instagram, dan maak je kans. Als je een product op de markt brengt, in dit geval dus een trui, merch, dan moet je nadenken over een promotieplan. Oké, Calvin, allemaal leuk en aardig die trui van je, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen het gaat kopen? Weet ik veel. Nou heb ik iets bedacht. Er is natuurlijk niks mooiers dan een promofilmpje. Maar ik laat dit promotiefilmpje editen door een aantal verschillende editors van Fiverr. Ja. Dit is trouwens niet gesponsord, maar Fiverr is een website zoals je misschien weet waar je allemaal voor relatief lage bedragen shit kan fixen. Zoals het maken van je eigen spelletje. Kaasje. Download nou Kaasje. Dus ook editors. Er zijn heel veel mensen die edit services aanbieden via Fiverr. I will edit your commercial voor 50 euro. Op je muil. Dus mij leek het een leuk experiment. Wat als we editors om de promofilm te editen. Kijken wat we terugkrijgen. Is het keihard of is het verschrikkelijk? Jullie mogen bepalen. Eerst wat ik moet doen, is de juiste editors vinden. Let's do it. Edit commercial. Hier, voor een paar euro. I will professionally video editing for travel or commercial video. Het Engels klopt niet eens, maar dat maakt niet uit. I've been working editing videos for 2 years and my clients have been very satisfied. Oké. Laten we even eerlijk zijn. Dit ziet er niet uit. Is your computer running slow? Is it bogged down with viruses and malware? Boeien, we kijken wel. Dan hebben we nog. I will do exclusive cinematic commercial. Event video editing. Professional video editor. Multiple revisions. Quick delivery. Oké, Patricia. Verwacht er niet te veel van. Als dit al je advertentie is. Dit ziet eruit als een poster van waar je vuurwerk kan kopen. Ja, die kan ook alles, dus dat gaan we ook allemaal doen. Prachtig. Dan hebben we hier. Deze serie is wel goed, denk ik. Ik heb vertrouwen in je. Ja, deze is ook mooi. Pro Project. 13 euro. Post-production projects includes high-end sound editing en mixing. Check even Ayoub. Ja, dit is heel ziek. Ik heb mijn volste vertrouwen in. Hij heeft er ook een plaatje bij gezet van iemand die edit. Dit is gewoon gegoogeld op edit person. Behind edit software. Maar oké, ja, deze, ik heb er echt nul vertrouwen in. Maar we gaan het gewoon proberen, Ayoub. Tot slot deze. Deze serie is goed. 26 euro. Kost ons nog geen reet. Premium editing. Nou, daar gaan we. Overgangetjes, 3 dagen delivery. Ah joh, dit komt helemaal goed. Alles doet hij. Kan niet wachten. Dan heb ik over een aantal dagen 5 commercials. Goedemorgen. We out here. For the merch shoot. Met de one and only Mika. Mika kan foto's maken, is niet normaal, yeah. Zeg. Hoe kan het dat als je foto's maakt van chicks, dat ze er altijd lekker uitzien? Photoshop voornamelijk. Ga je het ook even inzetten op mij? Ik vind het niet nodig. Nee, oké. Iemand die wel foto's op nodig heeft, is Ayoub. Mensen kennen jou niet. Ik ken jou eigenlijk ook niet echt. Hoe hebben wij elkaar ontmoet? Nou, ja, je was aan het rijden naar huis. Toen kwam ik je tegen. Wacht, check even deze story. Ik ben hier met, hoe heet je? Ayoub. Op Insta. Ayoub AT _. Goed zo. Ja, toch? Oké, okay, wil je wat eten of niet? Zei jij, yo, kom ik in broodje. Eten. Ja. Want je werkt in een broodjeszaak. Smoky Burger. Hey. Zou dat Smoky Burger? Kun je bestellen daar? Jazeker. Maar toen dacht ik, hey, ik had nog iemand nodig voor die fotoshoot. Toen dacht ik, vraag gewoon ja. En jij was zo gek om ja te zeggen. Waarom niet toch? En dan trek je broek maar uit. Daarnaast hebben we ook nog Michael Jesseren. En wat ga jij doen vandaag? Dat ga je mij zo vertellen. Ik ga een video maken, juist, van hoe jullie kleding aan hebben. Ah. Die video stuur ik dan dus naar editors. De kans dat jouw prachtige beelden worden vernacheld in een kut edit is vrij aanwezig. Misschien wordt het wel vet goed en wordt het gewoon je nieuwe editor.
Hoi, yo, movie star, let's go. Als het onscherp is, moet je het gewoon zeggen. Ja, ik zie een beetje. Maar dat ligt aan je hoofd. Nou, Michael kent hem net 10 minuten. Hey, hey, op, zeg even eerlijk, hoe zit die trui nou? Nou, is het lekker, man. Ik heb het ook lekker warm. Je lijkt wel iets meer kast toe. Ja? Door de schouders. Ja, ja, ja. Hey, voor de shoot wil ik het dak op. Maar ja, ben jij die guy? Jawel. Ja, ben wat ik. Ja, ja. Kun je dat filmen ook? Ja, als ik dan doodga, dan. Ja, je hebt dus nog altijd van die irritante labels achter in je kleding zitten. Die moesten er even uitsnijden, dus Eop zei, ik heb wel een mes in mijn auto. Boy, joh, waar heb je die vandaan, hè? Van de appie, toch? Is gewoon legaal. Ja, ik denk het wel. Fotoshoot is natuurlijk niet compleet zonder mooie vrouwen. Dus daar wachten we nog op. Luister allemaal naar René's podcast. René en Onique podcast. Inderdaad. Spotify. En dit is Naomi. Hi. En wij zijn al jarenlang bevriend. Ja. Echt, weet je nog toen? Ja, toen was echt leuk. Ik en Naomi echt met een kwartier, maar dat maakt niet uit. Word yo, Senna in the house. Hey, draai eens om. Shit, hoe vind je hem zitten? Groot, maar de rest is wel leuk. Ja, en is hij warm? Ja, heel warm. Waarom was je zo laat? Hallo, ik moest gewoon naar school. Oh ja, kut. Ik kon natuurlijk niet een foto doen zonder jou. Ja? Dat is een compliment, zeg je. Ah, oh, wat lief. Gosh, yeah. Kijk, dat bedoel ik. Oh my god, zo perfect. Waren jullie net op het dak hier ook? Nee. Hey, voor de shoot wil ik het dak op. Ah, we zeggen wel andere mensen naar de shoot. Ja, maar niet de bedoeling in ieder geval op dak. Can we say it out loud? Wacht, wat zei je? Is het een tosti? Is het een rap? Is het een rap? Is het een rap? It's a rap. Wow, it's a rap rap. Dankjewel. Geen probleem, man. Strijder. Ben je nog vrijgezel? Ja. Dames, als jullie kijken, Amsterdam Noord. Een kwartiertje rondlopen bij Slotermeerplein, kom je me vast tegen. Hey, dank jullie wel allemaal voor de gezelligheid. I love you. Oké, de merch video's zijn binnen. In ieder geval een aantal. Oké, ik ga de eerste paar eventjes bekijken. Dat ga ik gewoon doen. Ik heb er gewoon zin in, ik kan niet wachten. Merch video 2 was van deze knakker. Hier hebben we €12,95 voor betaald. Het lijkt op zo'n poster van een vuurwerkhandel. Maar goed, misschien verbaast hij ons wel, hè. Ik heb een voice-over laten inspreken. Ik heb een brief, ik heb alles gedaan. Dit is het eindresultaat van merch editor nummer 2. This is the limited edition Paprika merch. The Colvine Paprika merch, available now on shop.colvine.nl. Ai, dit is niet best. dit is niet best. Oh, wat kut. Ah, dit is echt half gebakken werk, joh. Dan denk ik, jongens, kom nou. Doe nou een beetje je best, maar... Voor €12,95 is het op zich prima. Prijs-kwaliteit verhouding is wel in balans. De volgende heb ik bijgezet, tering slecht. Heel grappig. Oh, nee, kut. Oh ja, dat is deze. I will create an editing your commercial video. Ik verwacht dat deze nog kutter is dan die van net. We are different. We break the rules. Letters! Jezus, zo kut! Best on streetwear. Een plaatje! Hij dacht, ik google gewoon op streetwear. Dan zet ik dat erbij. Oh, wat mooi. Die zoompjes ook. Ik in godsnaam naar te kijken. Ik wil meer plaatjes. Kom nou, vriend. Oh. Overgangetje. Waarom moet er de hele tijd gezoomd worden? Hij heeft ook niks met color grading of zo gedaan. Het is echt niet goed. De Colvine Paprika Merch. Available now on shop.colvine.nl. Kijk die letters! Ja, deze was nog kutter dan die andere. Je moet sowieso één goede hebben. You pay €12, je krijgt absolute troep. Maar de volgende had ik wel geloof in. I will do professional video editing for social media commercial. Ik ben voor deze persoon gegaan. Deze kostte €25, twee keer zoveel als die andere. Top of the line, contact me to discuss more info. Ik heb wel een hoge verwachting van deze. Als hij al een beetje color grading heeft gedaan, dan ben ik al tevreden. Kut, geen color grading. Oké, okay, wel vet logo. We break the rules. Oké, dat ziet er al beter uit. Ik vind de voice-over wel echt kut. Als je een merch video al begint met We are different. Nou, dan krijg je een beetje zulke soort taferelen, weet je wel. Zo van, we zijn er anders dan de rest. Kijk, maar dit lijkt er meer op. Kijk, dit bedoel ik. Dit is ongeveer een beetje wat we wilden. Op is op, bitches. So hurry up. Op is op, bitches. Ja, dat is toch mooi om te horen met zo'n Engels accent. Colvine Paprika Merch. Available now on shop.colvine.nl. Oké, ja, kijk, dit lijkt er iets meer op. Ik vind het nog steeds niet legendarisch, maar het is leuk gedaan. Maar we hebben er nog twee te gaan. Die zijn alleen nog niet binnen, maar als ik in mijn vingers knip, zijn ze er wel. Yeah. Mijn laatste hoop. Nou, mijn laatste hoop. Dat was, op zich was één best wel goed. Maar de andere waren rampzalig. Er is nog eentje binnengekomen. Je weet al dat het feest is als je zo'n soort plaatje ziet staan. Short ad video's, commercial video. Het is echt niet best. Kijk dit.
We gaan er gewoon bekijken, jongen. Paprika merch. Available now on shop.callbank.com. We are different. Wat is dit voor shot? Hij heeft al 15 seconden gewoon dat ik aan het klimmen ben. Je hoort de voice-over niet eens. Ik hoor wel een stem, maar ik versta het niet. Ah, dit is niet best. Waar heb ik naar gekeken? In godsnaam. Potverdorie. Oké, Fiverr blijkt dus niet de beste manier te zijn om je hoodie te promoten. Dus dan doen we het maar op deze manier, mensen. Hij is er. Geef hem de hele maand al weg. Elke dag is er een winnaar. Maar vanaf vandaag heb ik besloten dat hij ook te koop is. Jazeker. Het is officieel. Hij is te koop. Er zijn maar een aantal stuks. Ik heb gezegd dat ik niet extreme voorraden wil. Ik wil er gewoon een paar die je kan verkopen. Dus het is heel simpel. Als je hem aanschaft, ben je een van de weinigen ter wereld. Ruikt lekker, ouwe. Het is niet normaal. Ik doe hem even aan. Op dit moment is deze jongen gewoon verkrijgbaar. In allerlei verschillende maten. Deze website kun je hem halen. Dus wees er snel bij. Want zoals ik al zeg, er zijn maar een aantal. Straks is het weg en dan komt hij nooit meer terug. En dan misschien ga ik volgend jaar nog weer eens een keer wat doen. Maar dat is niet deze. Dus als je hem aanschaft, ben jij niet alleen een van de weinigen ter wereld die hem heeft. Maar help je ook mij met het maken van mijn video's. Want dat is waarom ik dit doe. Ik vind het leuk om jullie een item te geven. Jullie hebben heel veel vragen gesteld over wanneer dit nou een keertje kwam. En daarnaast is het ook zo dat ik op deze manier nog toffere video's kan maken voor jullie. Dus waar wacht je nog? Dus fix hem voor jezelf of als cadeau voor iemand anders. Deze link kun je hem halen en zoals ik zeg, op is op. Daarna komen ze nooit meer terug. Like deze video, want morgen komt er dan weer een nieuwe. En de groeten. Swag bro, swag trap man. Yeah.